Festival van Vlaanderen. Jippie. Rudy van Vlaanderen. Hallo, hallo. Je zet een rare. Sorry, Nozen uit Nazareth. Verder niks. Prima gozer, niks en af, maar Nozen. Iedere dag zitten we met de puinhoppen ervan. De Big Rudy van Vlaanderen. Warm aanbevolen bij griepig gevoel en verkoudheid. Beste vrienden, kameraden, het is vandaag 1 mei. De feestdag van de kleine man, de arbeiders. Hoeveelen van ons leven er nog in erbarmelijke omstandigheden? In de beluiken van de 21ste eeuw bevinden zich in ons land miljoenen mensen in mensonwaardige omstandigheden. ABVV-voorman, naamgenoot Rudy de Leeuw, heeft daarom gisteren gepleit voor een minimumloon van €2.300 voor iedere werknemer. Minder, verklaarde hij, is niet meer van deze tijd. €2.300. Omdat ik vermoed dat je er niet dat vastgoedimperium kan mee uitbouwen waarover Rudy beschikt, bied ik meer. Ik wil er graag €3.000 per maand van maken. En om te bekomen wat Rudy heeft verwezenlijkt, zult je dan nog veel zwarte sneeuw moeten zien. €3.000. Dat is binnen onze huidige hoogconjunctuur een realistisch verhaal. Er zullen er wel wat kleine aanpassingen moeten gebeuren, maar €3.000 voor iedereen is haalbaar. Dan zullen er een aantal wat moeten inleveren. Rudy de Leeuw bijvoorbeeld, want die krijgt nu bijna €5.000 netto. En nog meer veelverdieners zullen ook wat moeten inleveren, maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Ze zullen dan ook minder belastingen moeten betalen. Ook ons werk, onze taken in de maatschappij zijn toe aan een complete herverkaveling. We moeten out of the box denken en niet langer aan cherrypicking doen en ons verkrampt vasthouden aan de oude ideeën. Iedereen kan evenveel, beschikt over dezelfde talenten. En het wordt nu ook eens tijd dat we daadwerkelijk laten zien dat iedereen gelijk is. Daarom installeer ik in iedere gemeente de bokaal. In deze bokaal zitten alle jobs die er dagelijks moeten uitgevoerd worden. Deze keer zullen we het werk eens definitief en dagelijks blijvend herverdelen. Vanaf nu geen lieve vriendjes meer, maar iedereen op alle posities. Iedere ochtend begeeft iedereen zich naar de bokaal en trekt zijn taak voor die dag. Veronique. Volvo Gent. Jean-Pierre. Plantsoendienst. Vivian. Burgemeester. Danny. Vrachtwagenchauffeur. Marcel. Heb jij een tof jobbeke, gij zeg. Migrant. André. Eens kijken. Hè. André, dokter van wacht. Waarde jij dat gisteren ook niet? Het leven wordt nooit meer saai. Iedereen ontdekt dagelijks nieuwe dingen en kan zich voor de volle 100% smijten. Er zijn er veel die graag eens doktorke willen spelen, die daar nu de kans gaan voor krijgen. Hè? Gedaan met de oude principes. Op deze 1 mei bied ik u met veel plezier mijn programma aan voor de verkiezingen van 2019. Als u allemaal voor mij stemt, dan zal ik deze beloftes nakomen. Ik zeg wel, allemaal, hè. Van zodra er stemmen gaan naar andere partijen, kom ik in een zwakke onderhandelingspositie en kan ik mijn programma niet waarmaken. Houd daar rekening mee. Sterker nog, op het moment dat ik de absolute meerderheid haal in Vlaanderen, zal ik mij van Brussel en Wallonië moeten afscheuren. Ik ga niet anders kunnen, hè? Want aan de andere kant van de taalgrens mag ik uiteraard niet opkomen. Zal ik 0 stemmen halen en ik ga met die mannen moeten onderhandelen. En die zullen mijn programma proberen, of de realisatie van mijn programma, proberen te verhinderen. Hè? Kameraden, de kracht van de echte verandering ligt in uw handen. Laat ons op deze 1 mei ons niet ontglippen. Kameraad de Leeuw biedt €2.300, ik bied er u 3.000. Je kunt rekenen, dat is op jaarbasis €8.400 meer. Plus een 13e en de herinvoering van de 14e maand. Zijn er nog vragen? Excusez, maar meneer, ja. Goh, die van alles op de hoogte zet, ja, die ja. Toch. Weet je, wat heb je zo en zo en... Ja. That's all, folks. Thank you very much, I love you. See you soon. Bye. Zo leuk is, hè? Beste, hè? Dag, hè? Amusement, hè?